Yo, goeiedag, zijn we weer. En van Amerika naar zwarte. En ons is natuurlijk aangeleerd, hè, dat de originele Amerikaan, bijvoorbeeld als ik hier gewoon simpel gezegd intikt, Indiaan, Native American, sorry, Native American, American, als ik dat intik, komt dit, zelfs dit. Dit komt naar voren, terwijl het eigenlijk dit hoort te zijn. Het is zo donker. En vandaag, daarom gaan we jullie precies uitleggen, laten zien van originele Amerikaan naar zwarte Amerikaan, Afro-Amerikaan, Afro-Surinamer, hè? Ik weet niet eens dat woord, hoe heet dat? Maakt niet eens uit. En daarom is dit zo belangrijk om nu deze stappen goed te maken en te begrijpen en ons perspectief, onze data te verbreden. Want we hebben nu data van ruim van nog een 500 jaar, 14, of ja, ruim meer dan 500 jaar, 1492. Dat is onze data. En daarom kunnen we ons vertellen dat dit zo is. Je hoeft in principe maar één kind weg te halen bij zijn ouder om dus, ja, eigenlijk die generatie, die cultuur en alles van dat waar die vandaan komt op te fokken. Dus dat is gewoon heel snel gedaan. Je kan heel snel dus $5 Indians kan je dus het beeld geven in de media, Hollywood, dat dat de originele Indiaan en Amerikaan is. En bijvoorbeeld die film, ik weet niet eens hoe de film heet, maar dat is gewoon een boek van gestolen van het fictional boek, The African. Die boek, het heet niet de film Kitty Kotte, maar Kunta Kinte, dat is het. Kunta Kinte, net als King Kunta, betekent King Kunta, het is gewoon een native tong, betekent fluisteraar. Het is helemaal niks met Afrika te maken. Wij denken vaak, we komen uit Afrika, of hij is bruin, dus hij komt uit Afrika, hij is donker, hij is zwart, bla bla bla, komt uit Afrika. Dat beeld moet gewoon een beetje uit je hoofd. De meeste West-Afrikanen komen uit Amerika en niet andersom. De meeste West-Indianen zijn West-Indians, zijn gewoon originele en anders van het vasteland. En daarom moeten we natuurlijk beginnen bij een van de eerste beschavingen van Amerika. En dat zijn we over de Olmec. En dat is de Olmec. Daar gaan we mee beginnen. En we gaan gewoon eerst door een simpele pagina heen. Real history, die hebben we al eerder gezien. En deze legt gewoon heel duidelijk en eigenlijk in een grote rode lijnen uit. Wie zijn de Olmecs? Wat hebben ze nou te maken met Amerika? Waar komen ze vandaan? En wat zegt dat dus over de Amerikaan van vandaag? Hè? De Amerikaan, the originally applied to the aboriginals or colored races. En dit zal, de tekst is in het Engels. Ik ga het proberen rustig en duidelijk voor te lezen. En tussendoor het in het Nederlands samen te vatten en te vertellen wat ik weet. Wat ik erover denk, wat mijn mening is, wat de feiten zijn en hoe ik er een beetje ben achtergekomen. En ik ga jullie een beetje door het verhaal geleiden. Oké, okay, let's go. Ancient man and his first mug. Civilization. The Olmec and the Americas. Ancient America. In the Americas, we are now learning. Maar Amerika is niet de United States. De United States is maar een corporate, je kan het eigenlijk zien als één massaplantage, een corporate bedrijf, wat goedgekeurd is door het Romeinse Rijk en geheerst wordt natuurlijk door Queen Elizabeth. Gaat nog steeds altijd ode naar de Queen, wordt nog steeds gedaan. En in Nederland ook, want Willem-Alexander is natuurlijk de zoveel honderdste erfgenaam van het Engelse koning.
van de Engelse kroon. The Americas. We are now learning that the history of the Americas is much older and much more complicated than once was thought. New evidence of early human habitation are constantly being found. A few sites have produced dates of human habitations as early as 50,000 years ago and more. Sites such as Pedra Furada, Brazil, Monteverde, Chile, and Velas Cave in Tierra del Fuego, Ring des Vuur. Oude benaming van Antarctica. Of het meest zuidelijke land, Australië. Chili are enabling us to paint a new and more complete picture of the early history of the Western Hemisphere. Pedra Furada area. Kijk hoe mooi die bergen zijn. Zien we misschien nog iets in die bergen? Zie een soort van iets, maar ik weet niet wat. Oké. Okay. From information gathered so far at these sites has come the following chronology of men's presence in the Americas. Let's go from unknown, maybe 50,000 to 20,000 before Christ. Australoids, people. Okay. Australoids, people. So, from Australia, we're coming in. And dus Australoids. Wat zijn Australoids? Dus Mongoloid, Mongolian, Malanogorik, Malai. Beetje dusty, tani-achtige man. Caucasian, Xantogroik, Australoid, American. Dus American, kijk die neus. Kijk die jukbenen en negroid, African. Oké, dus de from unknown, maybe 50,000 to 20,000 BC, Australoids, people from Australia, from the far south, were coming. Australia, Aus betekent natuurlijk van zuid, mee zuid, were coming in. These Australians, commonly called Aborigines, have been in Australia for 66,000 years. The photo left is of the Australian female nicknamed Lucia. Make up Lucia. Dus her almost complete skeleton, which bears the scientific name of Lapa Vermelha, the fourth hominid one, was unearthed in 1974-75 in the Lagoa Santa region in the state of Minas Gerais, Brazil. It's about 12,000 years old. 22,000 to 7,000 BC, Polynesians were coming in. Okay, with Australoids coming in and dan komen Polynesians coming in. En dit is Lucia, een van de oudste vrouwen gevonden. Polynesian is a term that the albino people, dus the Caucasian people, have applied to Pacificans, Austroasians with a significant white Mongol / European admixture. They reserve the term Melanesian for the original pure black Pacificans, Austroasians who have resistant admixture. Dus Polynesians zijn mensen die eigenlijk getint zijn, minder pigment hebben of vermixt zijn met Caucasian of lichtere Mongoolse. En Melanesian is natuurlijk melanin, zijn natuurlijk de puur met melanin. A note. It seems highly unlikely that early Australoids, dus nog één keer, Australoids zijn Americans. Australoids. That early Australoids could have crossed the vast expanse of the Pacific in boats that
long ago. Perhaps a better theory is that they used a route around the Antarctic, just as the Amerindian used a route around the Arctic. Oké, ja, land was natuurlijk destijds of aan elkaar of veel minder water. Dus het was veel minder grote stukken om over zee te varen. Plus ze waren high civilized en high advanced. Die waren high civilized en high advanced. 12.000 BC, 12.000 to 7.000 BC, the Clovis time frame, Mongol Amerindians were coming in across the Bering Straits, with the Eskimo being the last of these migrants. A curiosity concerning population patterns in the Americas. By the time of the Europeans, the estimated populations of the Americas was 100 million, with 40 million in the densely populated area of Mexico and Central America, 40 million in Central America, 45 million in South America, but only 10 million in the vast expanse of Canada and the United States. Dus kan je ook een beetje begrijpen als daar zo weinig Indianen wonen, als vermixt of puur of weet dan wat dan ook, dat dat landgedeelte best makkelijk over te nemen is. Dat al die zuiderlingen of uitgemoord zijn of naar boven zijn gebracht en daarmee gevuld is. This was the source of much head scratching until a clever theory was put forth, one that does have some evidence. The theory is that at the time of the Clovis migration, much of North America was still covered in glacial ice. So instead of walking south, the Amerindian island hopped south in boats using coastal islands, which are known to have been ice-free and ice-free patches of coastlines until they found habitable land. Seems to be a perfectly reasonable theory. Then again, could it be much simpler, keeping in mind that the Amerindian, like the other people of the Eurasian Plains, were hunter-gathering nomads? Could it be that there was originally a much larger population in the United States, and perhaps these people saw the cities and agriculture abundance of the South and candidates for looting and plundering, and perhaps after having gone south and plundered and looted, they also saw the advantage of that lifestyle and state? This scenario would seem to explain the Aztec presence, their very high population density in Mesoamerica and the lack of large-scale building in North America, Mexico excluded. For more study in depth, click here. Oh, the Americas, the peoples of the Americas, prehistoric people of the Americas. We gaan er later op in, people of the Western Hemisphere, America, this is America. Okay. Genetic evidence for two founding populations of America. Two founding populations. Genetic studies have consistently indicated a single common origin of Native American groups from Central and South America. However, some morphological studies have suggested a more complex picture whereby the Northeast Asians, affinities of present-day Native Americans contrast with the distinctive morphology seen in some of the earliest American skeletons, which shares traits with present-day Australasians, indigenous groups in Australia, Melanesia, and islands Southeast Asia. Here, we analyze genome-wide data to show that some Amazonian Native Americans descend partly from a Native American founding population that carried ancestry more closely related to indigenous America, New Guinea's and Andaman Islanders than to any present-day Eurasians or Native Americans. Dus hier de genetic evidence, dus genetisch bewijs, toont aan dat er groepen in Zuid-Amerika, dus in de Amazonegebieden, dus van Brazilië,
Ja, al die landen daar weten het wel. Amazone, dus Centraal-Azië of Centraal-Amerika, meer genetisch gemeen hebben met dus de Australische Australoids. Dus Australoids, meer Australoids zijn dan Mongoloids. Dus je hebt dus Mongoloid, dus een andere groepering dan de Australoids. En dat zien we dus terug in bijvoorbeeld een mij, in een jij als Surinamer en een jij als Antilliaan, et cetera. This signature is not present to the same extent or at all in present-day Northern and Central Americans or in a 12,600-year-old Clovis-associated genome, suggesting a more diverse set of founding populations of the Americas than previously accepted. Quote, from the study above, here we analyze genome-wide data to show that some Amazonian Native Americans descend partly from a Native American founding population that carried ancestry more closely related to indigenous Australians, New Guineans, and Andaman Islanders than to any present-day Eurasian or Native American. Any Native American. Any Native American. Deze zocht ik, sorry. Dus Australoid. Deze mensen hebben meer gemeen met deze Australoid dan met deze Mongoloid of Malai. Malai. Dus Mesoamerica, Mexico en Centraal-Amerika, pre-Columbian, before Christopher Columbian, Amerindian, Indigenous Indians of North and South Americas en Paleo-Indian, Paleo-American, the original Black Settlers of Americas. Dus ze praten, als we het over ons hebben, hebben we het over. Dus de Olmecs heette Paleo-Indian, Paleo-American. Let's dig further below. It is what the first Americans looked like. Is dit wat de eerste Amerikanen uitzagen? Young men of Jabukai people, Clarence, North Queensland, Australia, playing the didgeridoo. Herken jij misschien jezelf een beetje hierin? Young men of Shambri tribe, New Guinea, with piercing to honor crocodile ancestry. Young woman of Jarawa tribe, Andaman Island. Genetic evidence for two founding populations. Kijk, het is hier gewoon, die site is hier. Die staat er gewoon, we kunnen erop klikken. Is gewoon een nature.com, articles, nature. Abstract genetic studies have consistently indicated a single common origin of Native American groups from Central and South America. Wat klikken we hierop? Ja, dat hoeft verder niet. Het is gewoon allemaal heel interessant. Kunnen verder gaan, maar dig in. Olmec, boom. Kijk die faces, boom. Herken jij jezelf in Surinamer? Jij Surinamer? Ken jij hierin? Jij Bosneger? Jij Creool, herken jij jezelf hierin? Jij minder waardig aanschouwde, wat je zo donker bent, Suriname, Antilliaan, hè? Let's dig. The Olmec were the first civilization in the Americas. The Olmec, jij was the first civilization in America. Jij, Suriname, Haïtian, Antilliaan. Centraal-Amerika, Caribbean. Jij was de eerste civilization in the Americas. Not the first people. When they arrived is not known. But it guess of 8 to 4,000 years. 8 to 4,000 years BC. Before Christopher Columbus should do. Recent search that these share the same basic food crops and technologies of the later Olmec civilization.
The Olme culture is thought to have ended around 400 BC. These Olmec inhabited southern Mexico and are regarded as the mother culture of the Americas. That is to say, the later Amerindian cultures and technology of the Americas descend from Olmec culture and technology. Boom. The name Olmec means rubber people in Nahuatl. The Aztec language. It was the Aztec name for the people who once lived in this area and extracted latex from rubber trees. Europeans mistakenly assigned the name to ancient ruins that they found there, not realizing that those ruins predated the Aztecs and all other civilizations in the Americas. They didn't know. The word Olmec also refers to the rubber balls used for the ancient ball game of Olmec creation. The ancient ball game. Read the Popol Vuh. The Olmec called themselves the Xi. Xi. X-Men. Als je in hun beschavingen gaat onderzoeken, ga je dus zien. Gaan we nog verder op in Olmec. Wie zijn Olmec? Een korte introductie natuurlijk, ga je zien dat dus de Xi, dus de X, al die karikatuur dus van die superheroes, dus de Captain America, de Hulk, etc., X-Men, Wolverine, al die dingen komen veel uit de Olmec-tijd. The Olmec called themselves Xi, the same name that they used when they were in China. They often depicted themselves with colossal heads, some of which were deformed and whose meaning is unknown. Click here for the page of Olmec's heads. Let's go. The first colossal head was found by the Mexican farm in 1850 and made known to the world in 1869. Not until 1942 was it publicly asserted that Olmec was the mother culture of Mesoamerica, Mexico plus Central America, so the Caribbeans also. 17 heads circa 1400,000 before Christ have been discovered so far. 17 in four sites within a 90-mile range, measuring from just under 5 feet to just over 11 feet tall and weighing, it is estimated as much as 50 ton. The Zapotes Monument. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Kijk die neus, die lippen. Kijk die neus, die lippen, die ogen en die hoeden, die headdress, die oorbellen. La Venta monument. Waren dit geen reuzen? Wie weet. Kijk deze. Deze is toch gewoon herkennen. Iedereen heeft wel een mattie die er zo lijkt toch. Kijk hier die vest. Kijk die headers. Kijk hoe mooi ook gewoon. Iedereen heeft wel gewoon een mattie. Kijk of je een mattie herkent. San Lorenzo. Deze lijkt op George Floyd. Deze lijkt echt op George Floyd. Deze ken ik ook ergens van. Oké, gaan we weer verder. Even een mooie foto. Olmec Colossal Head in situ. Olmec Head in situ. Kijk hoe deze wordt opgegraven. Wooden bust from El Manati, which is an archaeological site located in Mexican state of Veracruz. El Manati was the site of a sacred Olmec sacrificial BOG from roughly 1600 before Christ until 1200. It is likely that this site was used for ritual ceremonies, which included throwing in offerings of wooden sculptures, rubber balls, ceremonial axes, and other items, including the bones of infants, including the bones of infants. Dus kinderoffering, zoals vandaag de dag in Hollywood gebeurt, was toen ook al redelijk bekend. All found in an excellent state of preservation in the muck. Most of the wooden sculptures are bust created in the elongated man style and are the oldest wooden artifact yet found in Mexico. The rubber balls are also the earliest such item yet discovered and were possibly used in the Mesoamerican ball game. Wat is dit? Ancient Egyptian pharaoh Akhenaten in elongated sculpture. Ancient Egyptian pharaoh Akhenaten, normal sculpture.
Dus een verlangd haal. When evidence, ik snap even niet waarom deze tussendoor zit. Misschien gaan we er nog achter komen. Let's read further. When evidence of the Olmec was first discovered in 1863, scientists at first didn't know what to make of them. They didn't know what to do. The questions were, where did they come from? Where the fuck did they come from? And how the fuck did they get here? It was first thought that the Olmec were the first Africans who had come across in boats, but now there's a mountain evidence that the Olmec were remnants from the Xia, the Xiamaica dynasty of China, who probably had come across Bering Straits into Americas. Dus we all weten overal Azië supreme. Gaan we eens even kijken. Native American. deze zien we ook. Native American. Cognitive dissonance. Is de onaangename spanning die iemand ervaart bij de tegenstrijdige overtuiging, ideeën of opvattingen. Of bij handelen in strijd met de ding, met de eigen overtuiging. Boom. Boom. Oké, wat gingen we ook alweer? Excuus. Oh ja. Asia Superior Cartograph. Let's dig it. India Supreme. Sorry dan. India Superior Cartograph. Where that map is. Dat cartograph. Cartograaf, sorry, 6 cartograaf, 16, 17 century world. En dan gaan we zien dat Amerika vastzit aan Azië. Amerika zit vast aan Azië. Oké, moeten we heel even. Even stop share. Dan gaan we share. Desktop. Share. Pats, boom. Hoppa. En gaan we deze zien. Oké. El Florida. Ik ga even lezen voor jullie. Want. Ga even snel lezen, dan zien jullie dit. When evidence, dus. But now there's mounting evidence that the Olmec were remnants of the Xia dynasty of China, who probably had come across Bering Straits. Oké, wat zien we hier? Wat zien we hier? La China. Dus eigenlijk hier is het. Of ze zijn zo gegaan, het hele kleine stuk, of zo. Alleen, stel ze van de Xia Dynasty komen, zijn ze echt dicht bij de Olmec Civilization. Dat gezegd te hebben, ga ik weer deze sharen met jullie. Let's dig it. Let's go. Kijk, mooi Olmec hoofd. Mooi, mooi, mooi. Kijk die nek. Olmec, the twins at El Azuzul, as they were discovered with the twins facing off against the jaguar. Facing off against the jaguar. What may be evidence of their trek south along the western North American coast can be seen in the mask of the Tsimshian Indians of the western coast of Canada and in written accounts of the California Indians. Caliph, Queen Caliph was a black Indian queen in the United States. There's also the similarity between Xia human sacrifice in China and Olmec human sacrifice in the Americas, as well as the fondness for jade work. The last and most recent evidence comparison of Shang written in China and Olmec writing in America show the two
to be very similar, of course. We won't even mention that they still call themselves Xi or Xia. Xia. This Canada, tribe Canada, is found in Canada. The Olmec, like other ancient and highly advanced culture. The Olmec were like other ancient and highly advanced culture. Dus ze waren echt hoog geciviliseerd, ze waren echt gewoon ontwikkeld. Om aan te tonen is dat ze evident gelijkenis hebben. Olmec geeft een beetje gelijkenis met dingen in Canada. Dus ze zijn dus naar het zuiden getrokken. De Olmec were like other highly advanced culture. They had writing, mathematics and a calendar system. Their religion was shamanism. They supposed ability to assume the powers of animals. Zoals in X-Men. Dus met Wolverine en die kat, et cetera. Olmec La Venta Feathered Serpent. Kijk wat ze aan het doen. Het kistje komen we ook vaker tegen. En de Feathered Serpent Amaru. Land of the Plant of Feathered Serpent. Wat is hij aan het doen hier? Je ziet dus dat ze wel gewoon iets van plan waren. La Venta Altar. Wat is een kind. Shit. Het is gewoon een kind. Olmec cities and ceremonial buildings or temples that were typically earthen platforms, mounds, with house-like structures built upon them. A La Venta was, we can see such platform mounds arranged around large plazas as well as a tall pyramid. Olmec cities also had aqueducts and drainage system. Dus ze hadden waterafvoer, aqueducts, dat gewoon helemaal hoog geciviliseerd. Dat de mounds, the Great Pyramid of the Olmec in La Venta, Tabasco. The current conical shape of the pyramid was once thought to represent nearby volcanoes or mountains. Dus vaak hebben mensen het idee dat dit dus een vulkaan of een domme berg is, weet ik veel, heuveltje of een afgevlakte, nee, but recent work by Rebecca Gonzalez Locke has shown that the pyramid was originally a rectangular pyramid with stepped sides and inset corners, and the current shape is most likely due to 2500 years of erosion. Complex colossal has complex A, complex G. Well, kijk hoe Laventa side plant. Kijk hoe mooi en hoog. Is het helemaal uitgewerkt. Gewoon, dat klopt ook allemaal in lijn, et cetera. Prachtig. Stella 5, Izapa, was found in 1993 at the ruined city called Izapa in southern Mexico. It depicts a complex religious scene, the central feature of which is a great tree with fruit on its branches, a representation of the symbolic tree of life. The representation of the symbolic tree of life. Dit is dus way before Christ wisten ze al wat de Tree of Life was. Representation of the Tree of Life of Ancient American Religion. And two large semi-human figures standing apparently in the air, facing it on either side, attending it, showing no respect. Albinos and their mulattoes left it out to erode. So fucked it up. They fucked it up. Red man, colorized drawing of Olmec Stella 5, blah, 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 blah. It depicts a complex religious scene, the central future of which is a great tree. Oh, zo ziet hij eruit. Zo ziet hij er een beetje uit. Nu is hij ingekleurd, the tree of life. Kijk wat's happening here. Het is gewoon gebeurd echt kapot veel. The roots, blah, blah, blah. Wow. The Olmec introduced many things to the America, most of them good. However, the Xia, a.k.a. Olmec, practice of human sacrifice, which even intruded into another Olmec invention, the rubber ball game, was not. And there is no doubt that Amerindians' wholehearted acceptance and subsequent practice of human sacrifice was the major contributor to their demise. So, dus dit was een van onze valkuilen, dat wij mensen offerden, waardoor dus de storm uit het noorden kwam. The hatreds had built up because the strong were using the weak as pools of sacrificial candidates meant that they would not
do exactly as they did do when the association arose. Now that almost everyone has been introduced, let's go back to summer. Introduce. Next. Oh, we hebben het over nu. Oké. Okay. Acadians, sorry. We moeten deze hebben. The Indians. We zijn een beetje geïntroduceerd. The discovery of a bird-like dinosaur in South America has paleontologists rethinking when, where and how one group of raptors evolved. The roosted-sized dinosaurs called Buitriraptor, Gonzalezorum, it's a long head, a long tail, wing-like four limbs. It's okay. It's made famous by Hollywood. Black-settled Americans before 130,000 before Christ. Dit gaan we later op in. Dit is hartstikke mooi. Maar we weten nu. Nou, that almost everyone has been introduced. Let's go back to Sumer. We moeten daar gewoon niet naartoe. We moeten gewoon home. We moeten back to Americans. Excuse me, what's the introduction to South America? Introduction to South America. Deze gaan we de volgende keer pakken. Beetje opgefokt einde, maar geen probleem. Thank you all.